Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ja, yeah. Vanochtend hebben wij al logopedie gehad. Hebben we die vrouw die Jordi altijd logopedie geeft, die is met zwangerschapsverlof geweest en die kwam vandaag ook weer terug. En hebben we eigenlijk even bijgepraat over het wel en wee van Jordi en wat ik eigenlijk nog aangepakt wil hebben. Waar wij tegenaan lopen en dat soort dingen. Dus dan gaat ze eventjes met ons mee verder. En Jordi ben ik nu een beetje aan het wakker houden. Want wij hebben straks controle in het ziekenhuis. En dan valt eigenlijk net in zijn slaapje. Dus ik ben hem eigenlijk een beetje even aan het wakker houden. Dan ga ik zo dadelijk even zijn luiertje doen. En dan... Kom papa, die is al sowieso met 3 kwartiertjes thuis. En dan hou hem maar even wakker met de tablet. Zodat het in ieder geval voor hem makkelijk is. En dat hij dadelijk onderweg naar het ziekenhuis even in slaap valt. Of als we in het ziekenhuis zijn. En dan hebben we controle. En ja, ik moet ook even een gesprek aangaan met de gynaecoloog. Omdat ik dus heel veel last heb van dingetjes. En ik moet ook de zorg van Jordi natuurlijk goed blijven doen. Dat is ook belangrijk. En dan moet ze maar eens eventjes gaan meedenken hoe en wat. Want Jordi is natuurlijk ook alweer 12 kilo en het wordt allemaal steeds zwaarder. Dus dat dus straks. Hé jongen, maar eerst gaan we even zijn luiertje doen. En dan moet ik zijn tas nog even in gaan pakken. Mezelf even fatsoeneren. Maar mama die heeft ook pyjamaatje nog aan. Ja, pyjama aan hè. Jordi niet, Jordi heb ik wel al aangekleed. En dan, want jij bent moe hè. Ja. Nou heel even volhouden. Ja. Zo, Jordi ligt voor pampus. Die ligt lekker te slapen. Wij zijn onderweg naar het ziekenhuis. En dan gaan we eens even kijken wat de gynaecoloog te zeggen heeft. Inmiddels zijn we alweer thuis. Wat heeft de gynaecoloog gezegd, papa? Dat je tot 42 weken moet wachten. Nee hoor, dat is een grapje. Jordi heeft nu zijn flesje. En we hebben boodschappen gedaan. Dadelijk eten koken. Maar alles was gewoon prima in orde. En... ja, afwachten. Een hele goede morgen. Gisteren toen Jordi zijn soepje had gegeten, toen was de puf bij mij op. En toen heeft Niels het een heel eind overgenomen. En die vergeet te filmen. Dat is gewoon zo. En vandaag weer een nieuwe dag. En Jordi zit nu lekker aan zijn ontbijtflesje. Zelf optillen. Goed zo. Die zit nu lekker zijn ontbijtje te eten. Maar omdat hij zoveel beweegt, gaat zijn brilletje ook alle kanten op. En zo. Die zit nu weer goed. Dus zo dadelijk hebben we fysio, hè. Lekker fysiotherapietje doen. Vasthouden. En laat de dinsdag maar weer beginnen. Hé jongen. Maar gisteren was ik gewoon echt op. Ik had die nacht ervoor maar 1,5 uur geslapen. Dan heb ik vannacht ietsjes beter geslapen. Niet veel beter, maar ik was gewoon echt helemaal op. Nou ja, dat kan gebeuren toch. Ik zat op een gegeven moment zat ik te knikkerbollen op de bank. Hehe. Maar goed. Wel gewoon eten gekookt en alles gedaan. En ik ben gewoon op tijd lekker mijn bedje ingegaan. Dus maar ik ga nog heel even verder met deze schat om eens eventjes zijn flesje op te krijgen. En dan komt dadelijk zijn fysio. Zo, we hebben net fysio gehad bij Jordi. Hij wou niet meewerken. Hij wou niks doen. Alleen maar spelen. En tegen de draad in zijn, hè? En nou krijgt hij
fruitje. En het is een soort van fruitsoep geworden. Is niet erg. Is alleen maar wat extra vocht. Dus hij hoeft er niet veel voor te doen. Ik heb er ook wat voorlaks extra in gedaan, want het is net klei wat eruit komt bij hem. Dus vandaar dat het niet erg is dat het een soort van fruitsoep geworden is. Hé jongen? Maar ja, wij gaan heel eventjes verder fruitje geven. En dan ja, kijken hoe het weer loopt vandaag, hè, meneer Snottenkoning? Ja! Nou, hij heeft inmiddels zijn middagdutje gedaan en hij is net wakker. Hij deed mij roepen. Voor de mensen die iets op de achtergrond horen, dat is een kat. Die is hier al, ik denk een dag of twee nou, is hier al vrij krols aan het rondlopen. Dus ja, ook 's nachts. Dus als iemand zijn kat kwijt is, hier loopt er eentje rond. Hallo? Adoedo? Oh. Hallo? Wie is dat? Zo kun je jezelf toch niet zien? Aboe? Ja. Niet de telefoon opeten. Hij wil gewoon de telefoon opeten. Heb je honger? Gaan we soepje eten dan? Ja? Gaan we soepje eten? Ja. Adieu. Ja. Oh. Adieu. Ben je doen? Ik ben inmiddels weer thuis. Deze kleine man is lekker aan het spelen. Jordi, hoe is het met Po? Jordi, hallo, wat ben je aan het doen? Hi, Boe. Heb je je schildpad weer omgegooid? Oké. Nou, die vermaakt zich wel. Mandy, die heeft even pauze. Toch? Ja. Ik kan slapen. Dan gaan we daar zijn tandjes poetsen. En dan gaat hij naar bed. Overal met de vrachtwagen.
geen zin, papa. Moet je die andere misschien pakken? Deze hier. Nou, Jordi die is naar bed gegaan en ja, eigenlijk zonder problemen. Ja. En hij slaapt nog steeds. Ik heb hem net even terug onder zijn deken gelegd, want dat was zo omhoog gekropen. Hij lijkt toch echt een beetje op jou, hoor. Nou, volgens mij ligt dat echt aan zijn moeder. Wij hebben lekker gedoucht en we gaan nu de vlog afsluiten. En ja, wel trusten en tot de volgende. Tot de volgende.